Maar liefst 140 militairen ontvingen vrijdag de Nederlandse herinneringsmedaille Vredesoperaties. Dit gebeurde op vliegbasis Volkel. De medailles werden uitgereikt door commandant van de luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Jansen en de onderdeelscommandant van vliegbasis Volkel, kolonel Peter Tankink. De 140 militairen hebben een bijdrage geleverd aan de NAVO-operatie in Afghanistan. Reden genoeg om even in het zonnetje te staan. Met het in ontvangst nemen van de medailles sluiten zij een uitzending formeel af. Maar niet alleen de militairen waren het middelpunt van de belangstelling. Ook hun kinderen werden bij de uitreiking betrokken. Zij ontvingen een kindermedaillon voor de steun die zij hun vader of moeder tijdens de missies gaven.